Kussentjes, knuffeltjes, zachte dingetjes om vast te houden. Mijn naam is Sarah Luna Zoric. Ik ben actrice en we gaan het hebben over goede films. Een goede film is voor mij als ik naar een beeld kijk en er gewoon de hele film lang ingezogen ben. Elk karakter begrijp en gewoon ook het oneens kan zijn met bepaalde karakters. Dat vind ik ook echt heel fijn. Als ik kan lachen en huilen in één film, dan vind ik dat volmaakt. Mag ik deze neerleggen? Ik voel me heel bezwaard eigenlijk als ik erover praat. Omdat ik elke keer als ik het erover heb, over Disney films of over meisjesachtige films, chick flicks, dan heb ik het gevoel alsof ik moet zeggen, oh ja, het is stiekem vind ik dit een heel leuk genre. Of stiekem is dit, zeg maar, hoe ik me erover voel. Maar whatever, het zijn gewoon leuke films. En ik vind chick flicks gewoon heel cool. Ja, een chick flick is eigenlijk een term die gebruikt is om een film als meisjesachtig of roze of, nou ja, voor jong publiek, zeg maar, te omschrijven. Maar ja, ik vind het gewoon feministische powerfilms van vrouwen op beeldscherm, soms ook geschreven door vrouwen, wat het alleen maar vetter maakt. I mean, that's just like the rules of feminism. Een jong meisje fouten zien maken, maar ook gewoon dingen heel goed doen. Dat is voor mij een chick flick. Zo van, ja, maar zo kan ik ook zijn of ik herken mezelf daarin. Vooral als jong meisje vond ik dat heel cool. Ik denk dat Mean Girls de ultieme chick flick is. Ik kan het nog steeds elk jaar, meerdere keren per jaar terugkijken en gewoon schaterlachen. You want to do something fun? You want to go to Taco Bell? I can't go to Taco Bell. I'm on an all-carb diet. God, Karen, you are so stupid. Soms heb ik van die momenten dat ik dan thuis kom of een lange dag heb gehad en dan iets makkelijks wil kijken. En een film als Mean Girls is gewoon, omdat ik hem ook al zo vaak gezien heb, fijn en makkelijk in me op te nemen. En ik kan er nog steeds van genieten. En ik kan gewoon lekker in mijn bed liggen op mijn laptopje en dat dan kijken en er bijna mee in slaap vallen, zeg maar. Echt een comfort film zijn het. Ik vind uit voor mij een goede film, dus Legally Blonde, is één scène die mij echt heel erg bij is gebleven. Is een beetje tegen, het is een beetje een spoiler, maar tegen het einde aan, als Elle Woods haar eerste zaak krijgt en ze staat in een courtroom met allemaal mensen die niet in haar geloven en die haar te meisjesachtig vinden en denken dat zij die zaak niet kan winnen. En dan staat ze daar in haar roze mantelpakje met haar chihuahua in haar tas. In my way. En ze gaat gewoon naar Harvard. Dat is fucking vet. What, like it's hard? Gewoon fucking cool. Dat is zo empowering om gewoon een vrouw dan, vooral als jong meisje, om dat dan te kijken en denken van, oh, maar als zij het kan, of als zij ze maar zo hard kan werken ervoor, dan dat is gewoon heel cool. Dat wil ik ook kunnen. En dat doet ze gewoon. Met de roze hakjes en de roze Lamborghini en zo. Goede elementen van een chick flick zijn voor mij strong lead, powerhouse vrouw, met haar issues, maar ze heeft een doel voor ogen in Clueless. Ik bedoel, doel voor ogen, zij is die chickie. Ew, get off of me! Ugh, as if! Ik hou echt heel erg van kleren, make-up en alles wat ermee te maken heeft. Dus een goede make-over die erin zit, vind ik ook echt heel leuk om naar te kijken. Okay, you have really good eyebrows. Thanks. Move. Een love story met een jongen vind ik niet heel belangrijk. Hoe ouder ik word, hoe minder belangrijk dat vind ik. Ik vind het leuker als het gewoon om een vriendinnengroep gaat of over gewoon vrouwen onder elkaar. I really want to lose 3 pounds. Oh my god, what are you talking about? You're so skinny. Ugh. Shut up. Ik denk dat mijn favoriete personage uit Mean Girls per keer dat ik het kijk verander. Toen ik 16 was, vond ik Janice Ian heel vet. En dacht ik, ah, oh, maar ik ben ook zo anti en zo, zeg maar, anders en een beetje punkig en zo tegendraads. Nice week, Janice. What's it made of? Your mom's chest hair.
I'm Janice. Soms heb ik me ook gewoon Regina George gevoeld. Dat ik dacht van, oké, maar zeg maar, de main bitchy girl, dat is eigenlijk ook heel cool. En haar hele villain arc is gewoon zo vet. Do you want to have sex with him? No, thank you. Good, so it's settled. So you can go shave your back now. Bye, Jason. In je eentje naar de film gaan is leuk, maar ik zou toch wel met vriendinnen naar zo'n chick flick willen gaan. Omdat ik dan toch achteraf een wijntje kan drinken of gewoon kan chillen met vriendinnen en erover kan hebben. En hoe leuk het wel niet was of hoe stom het wel niet was. En vooral dan direct als je uit zo'n film komt, zo... Oh, die ene scène was heel vet. Of oh, toen ze dat zei, dacht ik echt, ja. Dat soort momentjes zijn gewoon heel leuk om te delen. Als ik dan alleen ben, dan vind ik dat jammer. Of dan bel ik iemand die het al gekeken heeft. Dat ik dan stiekem weet dat ze het al gekeken heeft. Oh my god, ik heb het net gezien en ik vond dit en dit en dit en dit. Hold on, other line. I'm not taking this anymore. Good for you, Gretchen. Hello? Let's go out. Okay, hold on, I'm on the other line with Gretchen. Don't invite Gretchen, she's driving me nuts. Ik zou zeggen, begin bij Easy A. Met Emma Stone in de hoofdrol. Volgens mij was het een van haar eerste echte hoofdrollen. En ik denk dat die toegankelijk is omdat zij gewoon voor ons nu in de filmwereld een bekend gezicht is. En ook vrij moderne film is. Er is ook natuurlijk een liefdesverhaal en een getroubleerde tiener die haar eigen weg niet kan vinden op een school. Maar uiteindelijk gaat het heel erg over slutshaming en... Ja, vrouwen en seks. En jonge vrouwen zijn en seks. Sorry, if I think it's a best friend's duty to let her know that everyone, and I do mean everyone, is calling her a dirty skank. And you're a jealous virgin. En dat zij dus het gevoel heeft dat ze erover moet liegen. En dat eigenlijk een hele rollercoaster in gang zet. Waarvan je als kijker denkt van, oh my god, maar dit kan toch niet? Dit kan toch niet echt zijn? Maar... Het gebeurt wel echt en dat vind ik in deze film met hele goede humor, scherpe humor, heel goed neergezet. En Stanley Tucci speelt haar vader, die doet het ook heel goed. Sounds like you're having sex in here, which I know can't be true due to the fact that you have a homosexual boyfriend. He is not my boyfriend. Hey, no judgment, all God's children, it's fine, I was gay once. Het is een hele, ook slimme film. En is ook heel grappig. Ik denk dat die heel toegankelijk is. Oh, dankjewel. Nog vragen? It's over? It's over.